Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga in deze video mijn parfumcollectie uitzoeken, opruimen, schoonmaken, van alles en nog wat. Ik ga dus niet zeg maar heel veel wegdoen, maar wel de parfums die ik niet gebruik of die niet meer goed zijn. Ik ga ondertussen ook de kast een beetje schoonmaken, opruimen. En dat ga ik in deze video wel een kleine disclaimer geven. Mocht je denken, Bianca, wat klinkt je verkouden of benauwd? Dat ben ik ook, dus ja. Ik denk dat ik een beetje de verkoudheid te pakken heb. Maar goed, laten we beginnen met het leuke gedeelte. Dit is de kast met allemaal parfums. Mijn collectie bestaat eigenlijk uit diverse merken, prijsklassen. Ik heb niche, maar ook gewoon de mainstream merken en zo. Het is van alles door elkaar. En deze parfums heb ik ook nog. En beneden heb ik ook nog allemaal parfums staan, maar die moet ik nog reviewen. Dus die komen daarna pas in mijn collectie. Maar die blijven sowieso, dus ja, weet je, dat komt al in een andere video. Mocht je denken, Bianca, waarom heb je zoveel parfum en wat doe je ermee? Pinkit.nl is mijn werk en voor mijn werk review ik ook parfum. Maar dat is niet alles, want vanaf mijn tienertijd ben ik al gek op parfum. Toen was het Britney en zo'n Burberry en Dolce & Gabbana The One, Alien, Mugler, weet je. Dat soort parfums en nu heb ik mijn werk ervan gemaakt. Ik ga beginnen met deze parfums, want ze liggen er toch en dan heb ik meer ruimte. Dan kunnen die weer terug naar hun originele plek. Ik laat het allemaal nog wel een keer zien in een andere video, maar mijn kamer is echt een puinhoop. Dus daar ga ik eerst de komende weken wat aan doen. Ik zie gelijk eentje die weg kan. En dat is Etat Libre de Orange. Dat is een niche merk en ik ga de naam niet uitspreken. Maar deze heb ik gekocht naar aanleiding van een evenement. Ik ben er echt gek op. Alleen met pijn in mijn hart is deze dus niet meer goed. Je kan dat ook wel zien zeg maar aan de vloeistof. Die hoort doorzichtig te zijn. Die is een beetje gelig. Dus ja, echt mega zonde. En dat is eigenlijk ook een beetje de inspiratie van deze video geweest. Dat ik dacht, en nu opruimen. Parfums die ik echt te weinig gebruik gaan naar familie en vrienden. En dan heb ik weer plek voor nieuwe. En om andere parfums ook echt te gaan gebruiken. Dus ja, deze gaat helaas weg. Deze van L'Occitane blijft. Van Maison Margiela replica bij de Fireplaces. En favoriete blijft. Tonka Mus van Alyssa Ashley blijft. Blijft. deze van Dior vind ik echt super lekker. Van Elisab Girl of Now ook. Jimmy Choo I Want You. La Belle van Jean-Paul Gaultier. Blijft, weet je. Even kijken. 4711 gebruikt mijn dochter, Sterre, voor naar school gaan heel graag. Juliet has a gun. Ruikt echt, als je van Gourmand parfums houdt die wat langer blijven hangen, is die een aanrader. Bijna over alle parfums heb ik ook een review geschreven op pinkit.nl. Mocht je wat uitgebreide informatie willen zien, ook met geurnoten, dat staat daar allemaal beschreven. De parfums van Zara heb ik vorig jaar ontdekt. Even kijken hoor, die hoort er ook bij. Ik doe hem heel even. Dit is A Sweet Pastry. Dit is mijn derde flacon. En dit is ook een Gourmand parfum. En die gebruik ik eigenlijk heel vaak als roomspray. Ruikt heerlijk. Is volgens mij niet meer te koop. En Amoshi Atelier. Die ruikt als frisse. Maar beide ook super lekker. Mocht je ze nog te pakken kunnen krijgen op Marktplaats of Vinted. Absoluut een aanrader. Silky Woods, Marc Jacobs, Perfect Intense is het volgens mij. Ja, blijft ook. Betty Barclay, Clarins. Dit is dus nog een favoriet, Dolce & Gabbana Dolce Garden. Ik dacht door de naam van, nou dat gaat naar gras ruiken of iets. Maar dit is echt een heerlijke zomerse geur met kokos en zo. Dus hier staat ook van een review online. Deze van Paris Monte Carlo is wat nieuwer in mijn collectie. Daarvan komt nog een review, dus die blijft ook. Cedra Musk. Deze parfums van CK1 zijn unisex. Dus die zijn bij mijn vriend in de kast, maar ik gebruik ze eigenlijk ook regelmatig. Dit zijn allemaal flankers van CK1, dus die blijven. Checkmate is ook unisex. Staat ook bij mijn vriend in de kast en bijna leeg. Deze van de Body Shop is nieuw, zat in de kerstcollectie. En die ruikt echt mega lekker. Beetje fris zoetachtig. Dit is meer fragrance mist body spray-achtig. Maar goed, die laat ik ook zien, want daar heb ik ook een aantal. Afgelopen zomer was dit een groot favoriet van mij. Lancôme La Vie Belle. Volgens mij heet die Soleil Crystal of Crystal Soleil. Waar moet je die flacon zien?
Ik heb hem heel vaak gebruikt, dat is ook wel te zien. En de laatste tijd ben ik er wat zuiniger op, omdat ik hem eigenlijk niet wil opmaken. Het bureau is leeg, dus nu ga ik het eerste vakje daar neerleggen en dan gaan we verder met uitzoeken. Het eerste vakje van de kast, daar staan deze parfums in. Nogmaals, zie je iets, zoek dan even op de naam op pinkies.nl, dan vind je vast een zekere review. Laat ik beginnen met deze cocktail flacons van Pepe Jeans, die blijven. Ja, het is inmiddels een kleine verzameling geworden, dus ja, die ga ik even afstoffen en die gaan zo terug in de kast. Dit parfum van Carolina Herrera is bijna niet gebruikt, is nog goed, maar kan ik niet meer gebruiken. De flacon is namelijk een keer gevallen, geen idee hoe dat is gebeurd, maar... ik kan hem niet meer indrukken, het kan er niet af, er gebeurt niks mee. Ik ga hem niet weggooien, want dat vind ik zonde. Maar ik zet hem even ergens anders neer, ja, als decoratie. En misschien vind ik in de komende maanden een andere oplossing hiervoor. Morsino Toy blijft, Escada blijft. Intimacy, dit is... Als ik het goed lees op de flacon, is het Intimacy Capri, die gaat weg. Die ruikt helaas niet meer goed, die heb ik een keer van moederdag gekregen van Easy Peri XL. Hartstikke lekkere parfum. Maar ja, te weinig kunnen gebruiken helaas. Ik ga wel even kijken naar de andere parfums van Intimacy. Want ja, het heeft wel mijn interesse gewekt naar dit merk zelf, zeg maar. Rose Shots blijft. Oscar de la Renta Bella Rosa blijft ook. Deze parfum van Guerlain, ik weet niet zo goed, Insolence. Volgens mij ruikt echt een beetje snoeperig zoet. Ben ik ook gek op de flacon, dus niet voor niks, al voor de helft leeg. Max blijft ook. En dan heb ik hier een kleine parfumolie van Alyssa Ashley. Die gaat weg, want daar heb ik er een aantal van ontvangen. En deze ga ik aan mijn moeder geven. Nog meer Alyssa Ashley. Ik weet nooit zo goed hoe ik dit merk uitspreek. Die blijft ook. Maar misschien dat ik hem bij mijn vriend in de kast zet. Want ik denk dat hij deze persoonlijk iets lekkerder vindt ruiken. Ik weet ook eigenlijk niet. Volgens mij is dit wel de vrouwenvariant. Maar goed, dat maakt niet uit, weet je. Als iets lekker ruikt voor man of vrouw. Dan kun je het gebruiken. Ik gebruik ook zo vaak de parfums van mijn vriend. Dus ik denk dat hij deze vaker gaat gebruiken. Dan Christian Noir van Versace. Ik hoop dat Versace, wie dat filmpje kent. Van die vrouw die dat ook verkeerd uitspreekt. Maar goed, doe even een duimpje omhoog. Deze ruikt echt super lekker. Flacon is ook bijna leeg, dus die blijft. Black Opium. Nog een good... Carolina Herrera, die is wat nieuwer. Die doet het wel. Guess, Coach... Nou, deze blijft ook. Deze flacon van The House of Oud is wat nieuwer. En die vind ik ook echt geweldig. Vak nummer 2 stonden deze parfums. En ik verbaas me er eigenlijk best wel over dat er zoveel in stond. Dus ja, tijd echt wel om eventjes op te gaan ruimen. Wat ik als eerste zie is dat ik 2 keer de Body Shop White Musk heb. En ook zeg maar van die mini flesje om te leren. Dat is ook wat nieuws. Daar heb ik ook meerdere van. Eentje hou ik. Eentje van die hou ik. En de andere gaat in de tas voor donatie. Dit oudje van Chopard Cashmere gebruikte ik eigenlijk altijd na het douchen. Hij is ook bijna leeg. Dit is denk ik ook al mijn 4e of 5e flacon inmiddels. Ik kom meestal zo'n kleintje, die zijn zo leeg. Die zet ik even daar neer. Zodat ik hem op kan maken. En ja, scheelt toch weer ruimte in de kast. Mocht je nog een betaalbare parfum zoeken die echt super lekker ruikt. Dat is deze van Ariana Grande Cloud. Cloud heet hij. Ik had een kleinere flacon voor mijn dochter gekocht. Zij is gek op Ariana Grande. En ik vond hem zo lekker ruiken dat ik zelf volgens mij zitten 100 ml flacon heb gekocht. Ik moet zeggen, het design vind ik niet zo mooi. Maar de geur ruikt echt super lekker. Dus ja, die blijft sowieso. Deze parfums blijven ook. Even kijken. Dit is de nieuwe Moschino Toy 2 Bubblegum. Als ik het goed zeg. Ik weet niet alle namen precies uit mijn hoofd. Het zijn er ook veel te veel om te onthouden. Maar... deze is wat nieuwer, van Trussardi. Ik heb hier een Aroma de Ibiza Tobacco Vanille. Deze ruikt mega intens en is eigenlijk een dupe voor Tom Ford. Ik vind hem wel lekker ruiken, maar als ik deze draag, krijg ik een beetje commentaar van mijn vrienden, van mijn dochter, dat hij echt te heftig is. Dus ja, ik ga hem wel bewaren, maar niet in mijn parfumkast. Maar ik moet even kijken wat ik hier precies mee ga doen. Hema heeft ook nieuwe parfums gelanceerd en vernieuwd. Warm Love ruikt heel erg lekker. Dat is zeker een aanrader.
Dan heb ik hier een oudje, Mugler Angel. Of nee, Angel, dat is de ster, dus Alien. En die is bijna leeg. Deze is al super oud. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de Mugler parfums al zo lang niet meer heb gebruikt. Dat deze ook maar... ja, ik ga hier afscheid van nemen. Charelle, Lancôme. En deze van Britney Spears. Die ruikt een beetje naar koffie en zo. Daarvoor had ik hem gekocht. Hij ruikt op zich wel prima, maar blijft niet heel erg lang hangen. En dan kies ik toch liever andere parfums. Dus ja, deze gaat ook weg. Hier liggen nog meer. Abercrombie & Fitch. Een aantal. My Way van Armani. Dolce Shine is dit van Dolce & Gabbana. Die gaat weg trouwens. Die gebruik ik echt nooit. Dan heb ik liever Garden. Van de Library of Fragrance had ik 3 parfums. Of colognes zijn het. Eentje heb ik al weggedaan. Die 2 gebruik ik ook niet. Dus die kunnen ook weg. Dan hier Tilogy. Die ruikt heel erg lekker. Passion Tea. Max. Zadige Voltaire gebruik ik eigenlijk ook mega weinig. Maar wil ik wel houden. Een kleintje van Loewe. Die zat in de adventskalender. Moncler Parfum. Die heb ik nieuw. En die ruikt echt mega lekker. En dan heb ik hier nog Paco Rabanne Olympia. Die ruikt echt ook super lekker. Zodat ik de kast aan het inremmen ben, zie ik nog een Ted Baker parfum. Polly. Ruikt heel erg lekker. Een beetje zoet, meisjesachtig. Dus ja, deze ga ik op de kamer zetten van mijn dochter. Ik ben even voor gaan zitten. Dit is vak nummer 3. En daar zit ook weer genoeg in. Maar hiervan gaat niet heel veel weg. Want Marc Jacobs blijft, Gucci blijft, Philosophy blijft. Deze van Lancaster is al een tijd niet meer te koop. Is nog voor de helft ongeveer gevuld. Is nog steeds goed. Dus ja, dit blijft sowieso. En hier liggen de merken Escada, Bruno Banani, Max en Jill Sander. Dit zijn parfum on the go van die balms met een lichte parfumgeur, zeg maar. Een lichte sterkte. Die blijven ook, want die zijn heel handig voor in de handtas en de sporttas en schooltas voor mijn dochter. En ook voor mijn handtas. Van Escada bewaar ik zeg maar ook altijd de parfums. Van Jill Sanderson spaarde ik ze ook. Maar ik vind de flankers zeg maar lekkerder dan het origineel. Deze heb ik vroeger zo vaak gebruikt. Maar als ik hem nu gebruik, ik weet niet, dan vind ik de geur niet meer zo lekker. Dan gebruik ik liever die 3 dan deze. Dus misschien dat mijn dochter hem wil gebruiken. En anders ga ik er iemand anders blij mee maken. En het laatste vak, dit zit er allemaal in. Ik heb ook de body sprays erbij gedaan. Ik begin even met deze van de Bed & Body Works. Dit is de In The Stars. Zo, ik kom er lekker uit aan mijn woorden. Met zoveel parfum. Deze zet ik op onze slaapkamer neer. Op mijn nachtkastje als roomspray. Deze body spray van Sol de Janeiro ruikt echt mega lekker. Die blijft. En deze van Sephora gaat weg. Want die ruikt helemaal niet zo boeiend. Dan de parfums. Deze van 100 Bon is eigenlijk best wel intens. Ik heb deze op de Gok gekocht online. Ik vind hem wel lekker ruiken, maar echt mega intens. En toch niet zo mijn ding. Dus ik ga hier iemand anders blij mee maken. Even tussendoor. Ik weet dat ik niet heel veel weg doe. Want ik verzamel het en het is mijn werk. Maar ik vind toch wel dat ik goed bezig ben. Even een schouderklopje voor mezelf. Want ik vind dit echt heel erg moeilijk. Nog een blind buy die niet helemaal is wat ik ervan had gehoopt, is van Maison Margiela Replica Autumn Vibes. Deze is wat nieuwer. Is een klein flaconnetje. Heb ik dus ook op de Gok online gekocht. Is niet helemaal mijn ding. Dus die gaat ook weg. Dan zag ik dus nog een White Musk van de Body Shop. Dit is flacon nummer 4 inmiddels. Die ik tegen ben gekomen. Dus ja, die gaat ook weg. Nog een Maison Margiela Jean Paul Gaultier Scandal. Paris Monte Carlo. Kate Spade. Qualistar. 4711. En dan... Mijn Mugler Angel flankers. Ja. Dat is een lastige. Hier ga ik ook even voor zitten. Want Angel is jarenlang echt mijn nummer 1 parfum geweest. Het was ook een van de eerste dure parfums die ik ooit heb gekregen of gekocht van Malone. En ik heb in al die jaren meerdere flankers gespaard. Ik heb er al heel veel weggedaan. Ik heb er nu nog 4 over. En eigenlijk is er maar eentje die ik gebruik en lekker vind. En dat is deze. Dit is een limited edition van volgens mij 2 jaar geleden. En die ruikt echt zo zomers. En naar ananas en kokos en een mooie flacon. Dus deze ga ik houden. En van die ga ik afscheid nemen. Ik heb hier nog Labelle Intense. Die ruikt heel erg lekker. Deze is ook van Mugler, maar die hou ik wel. Saro, Bergs Monte Carlo, Cacharel, Goldfield & Banks. Die blijft. Nou, die had ik net laten zien. Die blijft ook. Deze van... Betty Barclay, ik had er al 1 gehouden die ik wel wil hebben. Die ruikt heel erg lekker, maar dit is niet helemaal mijn geur.
Dus die gaat of naar mijn dochter of die ga ik naar iemand anders in de familie geven. Dan zie ik hier nog eentje. Dat is van Atelier Rebul. Ik zit het via de camera te kijken. Dan zijn de lettertjes nog kleiner, lijkt het wel. En dus Istanbul, die zat in een adventskalender van volgens mij de Bijenkorf. Maar dit vind ik eerder een roomspray-achtige geur dan echt dat ik dit als parfum zou gebruiken. Dus deze zet ik ook op het plankje neer bij de roomsprays. Elisa blijft. Ik heb hier nog wat kleintjes van Lancôme. Die zat ook in de adventskalender. Deze ruikt echt mega lekker. Dit is Kayali Vanille 28. Oh, die ruikt zo lekker naar van die vanille biscuitjes. Dior. Deze blijft ook van Maison Martinet. Lisa Ashley. Dan heb ik hier nog een Body Shop spray. Mango. Die gaat ook zeg maar naar de roomsprays. En dan heb ik hier nog een Bon Parfumier Praliné. Deze vind ik niet echt de meest lekkere gourmand parfum. Maar die blijft al. En zo ziet mijn parfumkast er op het moment uit. Ik heb toch wel nog wel afscheid genomen van de aardige parfums wat ik niet had verwacht. Ik heb nog een paar plekken in huis waar parfums staan. Maar die doe ik niet veel meer. Want het is te rommelig. Maar in ieder geval, deze staan in deze kast. Aan dit vak. En hier heb ik nog ruimte voor andere flacons. Maar ja, zoals ik net al zei, ik heb nog meer plaatsen in huis waar ik parfums bewaar en heb staan. En er staan beneden nog wat parfums om te reviewen. En er komen er nog wat aan. Dus ja, weet je. Ik heb gelukkig hieronder nog twee vakken. En die ga ik binnenkort opruimen. En dan ja, daar komt dan ook parfum te staan. Maar voor nu vind ik dit wel even prima. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet om je gratis te abonneren op mijn YouTube kanaal. Eventueel een duimpje omhoog te doen. En laat een reactie achter met wat jouw favoriete parfum van dit moment is. Tot de volgende video. Doeg allemaal!